het Dobbelmangebouw. Eerst stond het gebouw in Nijmegen en Bottendaal, totdat die daar afbrandde. Ze kochten een oud pand en maakten daar een nieuw fabriek. Vroeger was het een zeefabriek en zag het er zo uit. Het Dobbelmangebouw heeft de Gouden Piramide in 2009 gewonnen. Dat is een prijs voor het meest innoverend en architectonisch project van het jaar. De bijzondere architectuur van het project is geïnspireerd op de oorspronkelijke vormgeving van de zeefabriek. De prijs is een trofee en een bedrag van 50.000 euro. Er zijn nog steeds veel dingen te zien van hoe het er vroeger uitzag, zoals de schoorsteen. Ook zie je de beroemde D&B van vroeger. Die staan voor Dobbelman.